Goedendag, mijn naam is Aardvanag in de Orbit Solidariteitsstelling bij acties van groepenopverzameling. Hier een actie gegeven. We hebben de Orbit gedefinieerd in een andere video hier. We hebben ook Solidariteit gedefinieerd in een andere video. We gaan nu kijken naar het aantal elementen van G, we noemen de orde van G, het aantal elementen van G. Dan blijkt dus, als je de aantal elementen van de Orbit berekent met het aantal elementen van stabelen, van stabiliteit vermenigvuldigd, krijg je altijd het aantal elementen van G voor elke S. Hier voorbeeld, het andere video met de 7 elementen van S. Ja, die heb ik gedefinieerd. Dat was de eerste Orbit, de tweede Orbit en de derde Orbit. Ja, dan gaan we nu die berekenen of deze functie, deze eindstelling wel klopt. Ja, met orbit 1, 2 en 3. Ja, het eerste element, ja, zit in dit orbit, is één element. Dan, dit is het aantal elementen van de orbit, dit is het aantal elementen van de stabilisator. Ja, het aantal elementen van G is 8 later. Ja, nu, weet, dit is de tweede, die heeft 2 elementen, die 3 die hebben 4 elementen. Nu gaan we kijken naar stabilisator, hebben we gezien, ook in de vorige video. Het stabilisator van de eerste was alle elementen, dat is dus D4. En D4 ja, is, heeft 8 elementen. En 1 x 8 is inderdaad 8, want het aantal elementen van D4, van G, hier D4, is altijd 8. Je krijgt 1 x 8 is 8. Bij de tweede heb je 2 in de orbit. In de stabilisator heb je 4 elementen. Ja, die waren dus E, ja, E, R kwadraat, RF en FR. Dus 2 x 4 is 8. Bij de laatste heb je ook 2 keer 8. Ja, dat betekent in feite dat je hier 2 elementen hebt en 2 elementen. Als je kijkt naar de video, of stabilisator, was dit hier E en R. En dit was E en R kwadraat F. Dus je bent altijd, dat product is altijd gelijk aan elkaar. Dankjewel, bye bye.